gewone ambulance is er niet op ingericht om intensive care patiënten te vervoeren, omdat die ambulance niet de technische hulpmiddelen heeft om intensive care zorg te leveren. Wat bijzonder is aan de MICU is dat je eigenlijk alle spullen die je normaal op een OK of op een IC voor de eerste opvang nodig hebt, dat je die ook bij je hebt. Je hebt een goede beademingsmachine, je hebt perfusoren, dus pompen waar je medicatie op kan laten lopen. De patiënt ligt stevig op de trolley. Die trolley die wij gebruiken is een echte intensive care trolley, waardoor je heel andere zorg kunt leveren dan met een gewone ambulance. En ook het personeel is anders. Je hebt een intensivist en een intensive care verpleegkundige in de normale MICU. Nu hebben we dan een anesthesioloog en een anesthesiemedewerker. Maar dat zijn mensen die dus specifiek voor die functie zijn uitgerust. En dat kun je niet aan gewone ambulanceverpleegkundigen overlaten. Wij worden daarvoor ingezet omdat wij gewend zijn met ernstig zieke patiënten te werken. Wij hebben tijdens onze opleiding ook een stage gedaan op de IC. Dus we weten hoe op de IC gewerkt wordt. En het belangrijkste is, de patiënten worden beademd. En wij werken iedere dag met beademde patiënten, kennen de beademingsapparatuur. Weten ook de medicatie die daarvoor gebruikt wordt, want die gebruiken we ook op de operatiekamers. De MICU wordt volgens mij veel vaker ingezet dan voor de coronatijd. We hebben sinds 23 maart zijn wij de transporten hebben wij overgenomen van de IC. En we hebben al wel samen met de ambulance ruim 100 transporten gedaan in die tijd. Ja, hij wordt zeker nu meer gebruikt dan voorheen.